her. Prachtig. Gevestigd aan het pand Zonstraat 88. Aandacht en persoonlijk advies gaan hier hand in hand. En neem gerust de tijd om hier rond te neuzen of een vraag. Nou, dit is een heel nieuw evenement voor ons en ook een hele mooie verrassing. Want het Lifestyle en Fashion Event van de Profronde is dit jaar voor het eerst georganiseerd. En eigenlijk wisten we niet hoeveel mensen er zouden komen. De winkeliers die meedoen en ook de modeshow hier achter mij organiseren, die hebben ook allemaal kaarten uitgereikt en ook verkocht. En we hebben een online verkoop opgestart. Maar ja, het is eigenlijk boven verwachting. We hebben meer dan 400 mensen op de eerste keer dat we het organiseren hier in de zaal. Hoe zijn je commerciële activiteiten te combineren met de proefronde? Dat lijkt mij erg moeilijk. Dat klopt. Het is best wel een behoorlijke aderlating voor een relatief klein bedrijf zoals ik het zelf heb. Mijn bureau Aandacht hier in de stad. En je begint ergens aan en als je ergens aan begint dan weet je niet wat je over jezelf afroept. En zeker niet als je het heel goed wil doen en dat willen we graag. Dus vandaar dat het best wel niet alleen voor mij een belasting is, maar ook voor mijn hele clubje. Ja. Maar wat is er allemaal op je afgekomen als bestuurslid van de Profronde? Nou, wij maken natuurlijk het hele leuke magazine met alle de weetjes van de Profronde zelf. En zo kunnen we eigenlijk met relatief beperkte middelen en heel veel liefde kunnen we toch dat hele leuke blad maken. We hebben gelukkig dit jaar ook een hele goede verspreider voor het blad. We hebben weinig klachten gehad over de bezorging. En daar zijn we natuurlijk als bestuur erg blij mee. Dus,